Ja, kan je iets vertellen over wat jij dan doet zo als fysiotherapeut? Ja, ik behandel eigenlijk cliënten 2 keer in de week door middel van een Great Activity oefengroep. Waarbij we eigenlijk in die groep met een schema op maat aan de slag gaan om fysiek weer belastbaar te worden. Maar wat eigenlijk fysiotherapie een kracht maakt ten opzichte van de eerste lijn, is dat we niet alleen werken aan conditie en kracht en stabiliteit. Maar dat we heel erg kijken naar het lichaamsbewustzijn. Dus wat vertelt het lichaam ons nou tijdens dat we trainen en actief zijn overdag? Dus als ik mensen zie in de groep, dan kijken we dus heel erg naar gedoseerd bewegen en leren van ontspannen bewegen. En als een cliënt bijvoorbeeld daarna dan naar jou gaat, naar de psycholoog, dan kan ik eigenlijk in korte lijn aan jou vertellen hoe dat is gegaan in die groep. En kan de psycholoog daar weer mee verder. Ja, ik ga dan verder met het gedrag. Hè? Wat is nou precies gebeurd in die training? Hoe pak je dingen aan? Hoe kan je het anders aanpakken? En wat vind je daar misschien juist lastig aan? Ja, precies. Ja. Ja, dus dat is echt wel die nauwe samenwerking. Dat je in het traject van die 16 weken echt intensief aan de slag gaat met alle disciplines, met de cliënt. En dat is toch anders dan als je in een week los een keer naar een psycholoog gaat en naar een fysiotherapeut. Klopt, ja. Ik denk dat dat onze kracht maakt. Ja. Ja, en bij ons is het echt zo gericht op het omgaan met de pijn. Daar hebben we ook de kennis over. Ja, precies. Ja. Ja.